Wel, goedemorgen jongens. Stage 3 vandaag. We zijn in Alkaishima. En vandaag gaan de mannen een etappe rijden van... Nou, de kilometers weet ik niet precies, want dat is echt hun pakje. Maar ik weet wel dat ze een uur of 5:30 in de start moeten verschijnen. En waarschijnlijk weer een uur of 5 terug zijn vanmiddag. Dus dat zijn pittige dagen. Het is nu 5:00. We hebben de wekker gezet om 4:30. Om even de jongens op weg te helpen. Misschien dat we daarna nog even de pitten gaan. Maar ja, het zal mij benieuwen wat de dag brengt. En ja, kijk eens jongen. Is toch mooi. Ja, mooi hier op het bivak. Onze tentjes staan. Ik heb weer heerlijk geslapen. Wel een paar keer wakker geworden tussendoor. Maar ja, dat hou je. Dan denk je bij jezelf, oh ja, nou is het 5:00. Dan kijk je op de klok, is 10:00. Of 12:00, sorry. Dus, nee, maar goed. We gaan het even zien. We gaan vandaag ook nieuwe banden halen voor de truck. Dus dat vind ik nog wel het allerleukst. En dan gaan we, niet zeggen, even een Mackie pakken. Die staat daar om de hoek. Dus even lekker vet rijden. Nou goed, wordt vervolgd. Eerste werk voor vandaag. Banden. Ja, ze komen eronder. Rudy en ik, jongen, die waren gisteren echt gelukkig. Niet normaal. Ja, nog steeds. Dat is echt bizar. Die maat die komt echt nooit voor hier. Ook bijna niet. En gelukkig had hij wat. Dus zijn wel lijnprofielbanden eigenlijk voorrasbanden. Geen blokprofiel. Maar dat zou ons echt een rotzorg wezen. We moeten toch een nieuwe band hebben, klaar. En ja, dan heb je gewoon eenmaal niet anders te willen. Maar wel een mooi hoor. Kijk eens jongens. Dit kun je in Nederland niet voorstellen. Kijk even omhoog, want kijk even omhoog, het dak jongen. Het is echt oude, verrotte, tochtige hal. Maar goed, wij krijgen nieuwe banden, dat is fijn. Kijk, ieder gaat in de muren. Echt superleuk. Kijk of je hier wat kan zien. Nou, ze hebben ook nog een brug, maar er staat een waterpotje op. Kijk, bandenvoorraad. Deze gast heeft echt wel banden. En als je het vergelijkt, voor mij is het ook een beetje een groothandel. Daar is die brug. Voor mij zou ik een beetje een groothandelaar of zo. Want vele van die bandenboertjes die hebben 2 bandjes liggen en dan stopt het wel. Kijk eens jongens. Leuk toch? Ook allemaal van die rare speciale maatjes. Allemaal van die hele dunne, smalle bandjes. Wij in Nederland zijn alleen maar van die dikke sloffen gewend. Dat is hier totaal anders. En dit waar jullie. Ja, prima. Dit is een Yingyu. Ja, allemaal Chinese banden, maar dat zal onze zorg wezen. Nee, de mannen zijn hem aan het opkrikken. Hier zijn de nieuwe banden. Wij krijgen ook Yingyu. Maakt niet uit. En de maat is goed jongens, 265-70 R19,5 en dit is ook 265-70 R19,5, dus het komt helemaal goed. Zo jongens, einde van stage 3. Rudy zit er even bij, we hebben het al open gehaald. Ik hoor net van Bart dat ze wel 500 kuilen hebben gehad. En hier zit een dubbel schokbrekersysteem op, standaard en Intrax. En ja, zoals jullie kunnen zien, het is helemaal van de chassis afgescheurd. Dus voor nu halen we deze er sowieso vanaf. Het is meer een luxe ding als dat echt nodig is. Het is wel mooi natuurlijk dat het erop zit. Maar ja, we gaan het sowieso vanaf halen, want ik denk dat Lasse dat blijft scheuren waarschijnlijk. Dus dat zal hem niet worden. Dan moet het volledig van de chassis afgescheurd en dan moet er een nieuw stuk op. Maar dat komt later. Toch Rudy? Is dat ook jouw mening? Toch wel proberen te lassen. Ja, en anders okay. Stem ik nog voor om die schok gewoon hier te monteren. Want ja. Waarom zou je er 2 op hebben? Als je ja. 1 Intrax hebt. Ja, of ja. Ben ik gek? Nee, wel, dat sowieso. Is dat niet, ja, dat kan je ook nog horen aan meneer Rietberg. Is dat niet eigenlijk gewoon de beste oplossing? Ja. Ja, misschien ook wel. We gaan erover nadenken. Ja, wij zijn de monteurs uiteindelijk. Maar goed, degene die ermee moet rijden, die moet er ook vertrouwen in hebben. We gaan eerst kijken of we het kunnen lassen. Deze kant lijkt nog helemaal heel goed. Toch halen we, dat wiel er even af. Kunnen we even zien wat erop zit. Maar hij is goed mishandeld, die auto. Ze hebben een gigantische... Moet je kijken hoe de kring eruit ziet.
Lekker hoor. Oh, en hij heeft weer schade, hè? Ja. Ja, hier. Ja. Weer spatlap los. Hey, weet je wat mijn idee is? Nou? Als dit gaat, hè? Voor mij is dat dezelfde lengte schokker. Als we die schokker nou hier inzetten op de overschrijding. Ja. En die zetten we daar neer. Ja. Ja, die slapper op het zwakkere punt. Ja. Ja, dat is een goed idee. Wel even werk, maar dat kunnen we doen. En dan krijg je dus het probleem, nou niet het probleem, dat is de oplossing misschien. Als we die schokbrekers omwisselen, dan doen we de gelaste steun. Ja, aan de andere kant moeten we het zeker ook doen. De gelaste steun, die we nu gaan lassen, dat wordt dan de steun voor de minder stugge schokbreker. En die goede stugge schokbreker, die komt dan weer op de originele steun. En ja, als die dan ooit nog eens een keer zou afknappen, ja, dat is vervelend, maar dat zien we dan wel weer. Goed, wij gaan even een tijdje beulen. En we gaan wel even werk in zitten. Stuk maken, hè? Zo, we hebben hem gelast. Ja, ik heb hem makkelijk naar buiten gepakt. Ja, je hebt gezien waar ik hem vandaan haal. Met mijn nieuwe lasapparaatje. Ja, dit is wel krummelig, maar het is gasgevuld draad. Dus anders heb je los zuurstof en los draad. Maar die bout is goed uit. Maar we hebben hier een stukje eroverheen gezet. Een stuk strip om het de treksterkte beter te maken. En het lassen ging verrassend goed, moet ik zeggen. Tuurlijk, het is geen museumwerk, maar de lassen zijn goed ingebrand, goed sterk, goed scherp. We hebben het ding goed in positie gebracht. En waarom hij waarschijnlijk ooit gescheurd is, dat is een beetje de pest met dit systeem. Althans, dit systeem. Ze hebben het gewoon een keer niet goed gedaan. Waar we dit stukje strip overheen gemaakt hebben, dat was eigenlijk een soort van V-vormpje. Was al. En als het een V-vormpje is dat natuurlijk het beginpunt om te gaan scheuren. Dus we hebben nu dit eroverheen gelast, we hebben hier die kop hebben opnieuw gelast. De externe met stikstof, ik denk dat het stikstof gevuld is. Ja. Dit is een soort van, hoe moet ik zeggen, balancer. Hier heb je olie in je schokbreker zitten. Die olie wordt warm. Maar er zit ook nog een tussenschijf tussen met een onderstikstof. En het stikstof gaat via het slangetje naar deze buffer. Zodat de warmte en de krachten verdeeld worden. En dat stikstof kan je afregelen, waardoor je dus de bound en rebound kan instellen. En dat betekent hoe hard de schokbreker, hoe snel die vertraagt met inveren of hoe snel die vertraagt met uitveren. En deze schokbrekers die hebben gewoon een standaardwaarde, maar die hebben alleen olie erin zitten. Die hebben geen externe compartiment gevuld met, ja, voor mij stikstof. Dus dat. We waren lekker bezig. Nou, andere kant is nog prima. We hebben ook even alle kogels hebben gevet. Dus dat is ook in orde nu. Ik kan trouwens niet te veel vet in douwen, want dan blaas je namelijk deze hoesjes op, je kogelhoesen. Hier is een kogelhoes. En als je er vet in douwt, zie je hem iets opbollen. Als je dat te vaak doet, dan patsen ze. Dat wil je ook niet. Mooi. De mannen kunnen er weer tegenaan. Even de boel uitblazen en dan dikke prima. Mensen, goedenavond. Nou, jullie kunnen het wel zien in mijn kop. Ik heb even gelast met een snijbril op eigenlijk. Maar dan geen laskap. En omdat ik zo dicht op mijn laswerk zat natuurlijk, nou weten jullie hoe belangrijk het is. Ik heb me goed ingesmeerd met de zonnebrandcreme en daarna after sun. Maar je ziet het, ik heb er last aan. Ik ben net zo'n doodskopaapje nu met van die witte oogjes en de rest allemaal een andere kleur. Nou goed, ik rond deze video voor vandaag gelijk af. Morgen gaan we naar Riyadh. Moeten we weer 630 kilometer rijden volgens mij, dus een dikke rit weer. Nee, 580, sorry. Dus morgen naar Riyadh. Riyadh schijnt een hele grote moderne stad te wezen. Dus we gaan kijken wat het ons brengt. We hebben grotendeels van de tent, zoals jullie achter me kunnen zien, hebben we al opgeruimd. Dus dat komt er mooi uit. Dat scheelt morgenochtend weer, want de mannen moeten weer om 5:30 starten. Dus we moeten 4:45 op. En om dan nog een keer het hele kamp, het hele bivak te gaan opruimen is ook niks. Dus dat hebben we vanavond al grotendeels gedaan. Dus dan wou ik voor deze jullie bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje als je het videootje leuk vond. En ik zou willen zeggen, ja, dit keer misschien wat minder sleuteltechnisch werk en zo, maar de wegen die we hier naartoe gehad hebben en gereden, die waren echt bizarre wegen. En onze avontuur met de banden,
na 10 keer stoppen bij bandenboeren, bij de 11e keer gelukkig raak. Dus dat moest ook even op de film natuurlijk. Ja, dus stage 4 gaat beginnen in Riyadh. En we gaan zien hoe dat allemaal lopen gaat. Voor nu nogmaals bedankt. Doe even een duimpje. Abonneren mag ook. Helemaal gratis. Kost niks. We gaan proberen iedere 2 dagen wat te posten. Dus ik ga kijken of dat allemaal lukken wil. Als je abonneert, dan blijf je op de hoogte. Als je het belletje drukt, dan houdt YouTube je op de hoogte. Dan krijg je van YouTube een melding wanneer er weer wat online komt. En dan mis je er niks van. Jongens, bedankt nogmaals. Ik zou zeggen, wees een beetje lief voor elkaar. En een fijne avond. Hè. Later.